Welkom allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Volgens mij zijn we op aflevering 12, maar we wilden even checken welk nummer we zaten. Maar ja, we hadden allebei geen 4G op dit moment, om een of andere reden. Ik weet niet hoe dat kan, maar oké. Maar we dachten, het is misschien goed om een keer weer te beginnen met ons voor te stellen voor mensen die niet vanaf aflevering 1 aan het luisteren zijn. Doen we heel kort, dat beloven we. Ik laat eerst even het woord aan mijn co-host Lorenzo. Ja, Nick, dankjewel. Jij ook weer welkom bij een nieuwe aflevering, nieuwe verse aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Even korte introductie. Lorenzo van Galen, 24 jaar, uit Rotterdam. Freelance filmmaker en fotograaf. Ja. En natuurlijk geïnteresseerd in alles wat een stekker heeft. Plus alles wat de ruimte in kan en noem maar op. Ja, precies. Kan alles wat in de ruimte gaat een stekker hebben of is dat niet nodig? Minimaal. Minimaal, oké. Nou, mijn naam is Nick Kieran. Ik ben 23 jaar, afgestudeerd in de communicatie. Werk ook in die hoek, maar ben nu bezig om een master te gaan doen op marketingmanagement. Dus eigenlijk ben ik nog student, maar tegelijkertijd hou ik me ook met heel veel freelancingen bezig, net zoals Lorenzo. En doe ik ook een hoop andere dingen in de week. Ja. En samen zijn we dus ook de Wereld van Morgen podcast begonnen. Zeker. En begin dit jaar. En we hadden eigenlijk elkaar de belofte gedaan. We willen 12 afleveringen opnemen. Iedere eerste van de maand die online te plaatsen. Over allerlei onderwerpen die de wereld van morgen zouden kunnen of misschien wel moeten vormen. Ja, nou, we wilden eigenlijk 1 per maand doen. Hè? Dus dan zouden we op 12 uitkomen als je 1 januari begint. Ja. Maar we zitten er al op 12. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Ja, we doen een hoop. We dachten het is misschien ook leuk om af en toe een special te doen. En eigenlijk wat we nu doen is, we doen eigenlijk 2 per maand. Ja. De special is wat vrijblijvender en die is wat zweveriger qua datum dan we hem plaatsen. Ja. De ene keer is die wat vroeger de maand, de andere keer wat later. Maar we proberen eigenlijk rond de helft van de maand ook een soort mini-achtige aflevering uit te brengen. Ja, en we hebben nog veel in het vooruitzicht zitten. We zijn bezig met een heuse documentaire die we gaan maken. Daar hebben we vorige podcast ook al iets over gezegd. Over het voedsel van morgen. Daar gaan we een podcast sowieso over doen. Audio podcast. Maar daar gaan we ook een wat uitgebreidere documentaire, kan je het noemen, van maken. Wat overigens heel veel voorbereiding vergt en tijd. En waar we momenteel mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus dat is iets leuks wat eraan komt. Daarnaast zijn we ook nog met de school van morgen bezig. Ja, over educatie, daar gaan we ook wat over doen. Is ook redelijk gelinkt met het onderwerp wat we vandaag gaan aansnijden. Althans, dat onderwerp kan een heel leuk onderdeel spelen in educatie. Ja. En zo zit er eigenlijk van alles nog in het verschiet. Mm-hmm. En vandaag gaan we het hebben over VR. En voordat je wegklikt en denkt van, oh wacht, daar hebben ze het al echt 6 keer over gehad. We gaan een specialisatieslag doen. En we gaan het hebben over VR gaming. Ja. En dat doen we niet voor niets, want de E3-beurs in Amerika, San Francisco uit mijn hoofd. Los Angeles. Oh, Los Angeles. Nou ja, goed. De E3-beurs in Amerika, de grote gamingbeurs voor vakjournalisten en gegadigden, is gaande op dit moment of is net afgerond. Nee, het is al afgerond. Ja, op het moment dat wij dit opnemen is het afgerond. Ja. Alleen de nieuwswebsites staan er nog vol mee. Want absoluut. Er komt, je had eigenlijk in de gamewereld 2 grote beurzen. Dat was de E3 en de Tokyo Game Show. Mm-hmm. De Tokyo Game Show is niet meer wat het geweest is. En daarbij is de E3 ook niet meer wat het geweest is van voorgaande jaren. Dat komt omdat uitgevers zoals EA, Activision, noem ze maar op, gewoon veel minder geld daarvoor over hebben of hebben. Hè? Dat weet ik niet. Ja. Dus er is veel veranderd op die beurzen. Het is niet meer zo groot en er staat ook niet meer zoveel op als dat 6, 7, 8 jaar geleden was. Ja, precies. Nou, voordat we echt specifiek in die E3-beurs duiken, denk ik dat het goed is om even een kader te geven van wat VR nou is. Ja. Nou, VR klinkt heel Amerikaans, hè? VR, virtuele realiteit, virtual reality. Ik denk dat het goed is om eigenlijk 3 vormen te onderscheiden die we nu vooral zien in de virtual reality markt, om het zo maar te noemen. De bekendste is, want het is natuurlijk gewoon een verzamelbegrip, hè, virtuele realiteit. Ja. Maar de meest herkenbare voor de meeste mensen is het bedrijf dat Facebook heeft gekocht voor een aantal miljard.
En dat is Oculus, het bedrijf Oculus, die de Oculus Rift hadden gemaakt. Ja, klopt. En nu maken ze uit mijn hoofd de Oculus VR. Zijn ze al een tijdje mee bezig, maar ja, dat is het wil maar niet het wil nog niet vlotten. Nee, er is al een model op de markt, maar het wil niet echt. Ja, je buurman heeft hem nog niet waarschijnlijk. Nee. En Oculus is eigenlijk een product, dat is een bril. Een gesloten bril. Eigenlijk een, ja, hoe kan je het noemen? Een soort kijkdoos, een digitale kijkdoos. Die plaats je op je hoofd. Ken je die dingen van vroeger? Dat kennen wij wel. En de mensen die onze leeftijd hebben ook. Dat waren die rode dingen waar dan viel licht in. Ja, ja, ja. En dan keek je doorheen en dan zag je een andere wereld. Ja, of een andere. Het was een foto of iets. Ja, ja. Of waren van die patroontjes die erin kon zetten. Of zo, ja. Ja, precies. Nou, dat is het eigenlijk. Dat is precies hetzelfde, ja. Alleen daar blijft het vast op je hoofd zitten en er zit nu een schermpje in. Ja, het is gedigitaliseerd. Ja, ja. Nee, eigenlijk als je er zo over nadenkt, is het exact dat. Het is een bril met een aantal sensoren die kan meten hoe je hoofd staat. En daarmee bedoel ik, als jij omhoog kijkt, dan gaat het beeld omhoog. Kijk je naar links, naar rechts, dat draait allemaal mee. Ja. En per oog zit volgens mij een schermpje in die een HD-resolutie heeft. Ja. Dat is zeg maar een beetje de belofte. Nou, kijk, jouw ogen die voegen die twee beelden samen. Dus elk oog ziet één beeld. Ja. En dat heeft een bepaalde afmeting. En er zit ook een ronding in. En jouw ogen maken van die twee beelden één beeld. Of je hersenen doen dat, niet je ogen. Maar daardoor zie je dus één beeld, één virtuele realiteit. Ja. En wat je zegt, als je om je heen kijkt, kan je dus in die wereld kijken. Je kan eigenlijk 360 graden kijken. En dan ben je dus eigenlijk in een andere wereld. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat is het is een scherm voor je ogen. Precies. En dan, nou, Oculus doet dat dus. Maar HTC, bekend van de smartphones. Ja, wat jongere mensen kennen het misschien niet. Het merk, maar het wordt nog steeds verkocht, geloof ik. Dan heb je ook nog de PlayStation van Sony, die een VR-bril doet. Daar komen we zo nog op terug. HTC Vive heet die, hè? HTC Vive, ja. De VR-bril van HTC. Die al te koop is, trouwens. Ja, zeker. Ja, ja. Hij wordt gerecenseerd als de beste. Althans, ik lees in heel veel reviews dat... ik heb hem zelf niet geprobeerd. Ja, op dit moment natuurlijk, hè. Op dit moment, ja. Je hebt dus die drie spelers. Je hebt een oude Oculus prototype eigenlijk op de markt en een HTC Vive. En dan blijft het ook wel een beetje bij. Nou, je hebt de PlayStation VR. Ja, die komt nog. Nee, die is te koop al, hoor. Oh, is dat zo? Ja, ja, die zat te koop bij je grote rode vriend. Voor €3,99, meen ik. Dus het is nog best wel een investering. Als je nagaat dat PlayStation 4... Precies, die heb je al bij nodig, toch? Ja, die hebben zeker bij nodig. Dus je hebt een PlayStation 4 nodig, die is €300. Ja. Een PlayStation VR, die is €400. Ja. En een televisietoestel. Ja, nou ja. En je hebt een magnetron nodig voor je popcorn, maar dat is zeggen. Als je VR op hebt, heb je misschien... Je hebt sowieso een tv, okay, ook nodig. Maar ik lees op heel veel reviews, want ik moet zeggen, ik heb de Oculus, die eerste heb ik één keer geprobeerd. En dat was letterlijk een scherm. Het was veel te pixelig. Je zag die pixels, maar weet je, daar is al heel veel over geschreven. Heel veel negativiteit over geschreven. Dus daar ga ik niet weer over beginnen. De HTC Vive heb ik niet geprobeerd, maar wordt wel heel veel heel goed gerecenseerd. Mm-hmm. De PlayStation VR, die wordt ook wel redelijk gerecenseerd. Maar daar ontbreken vooral nog de games bij. Precies, de content is er nog niet echt. Nee, en je ziet bijvoorbeeld kanalen zoals GameKings hebben een hele coverage gedaan van de E3. Zeker ook leuk om te kijken. En die zei ook van ja, VR is wel het thema van deze E3 van dit jaar. Ja, leuk als je echt in die markt geïnteresseerd bent in de precies. Gaming. Ja, precies. En er wordt nu gewoon veel meer gemaakt voor die VR-wereld. Mm-hmm. Want ja, als ontwikkelaar moet je daar echt instappen. Je moet echt die game compatible maken voor een VR-wereld. Precies. En je ziet dat gameontwikkelaars dat nog niet echt doen. Omdat het een best wel, ik denk voor ontwikkelaars nieuwe wereld is. Letterlijk. Nou, maar ook commercieel, hè? Ik bedoel, kost gewoon superveel geld. Nee, maar ook commercieel het verhaal van... Al zou je het bij spreken voor hetzelfde bedrag kunnen ontwikkelen... niet iedereen heeft zijn ding nog. Dus de afzetmarkt is heel klein. Dat is ook zo. En straks als er meer hardware komt... dan zullen er ook meer games ontwikkeld worden. Precies. Maar daar komen we straks nog wel op. Ja, ja, maar voordat we nog naar de volgende stap gaan... wil ik nog eentje benoemen die echt benoemd moet worden. Dat is Google Cardboard. Dat is een project van Google. Dat was een kartonnen constructie. Echt letterlijk een kartonnen constructie waar je eigen smartphone in legt. Je iPhone of je Samsung of wat dan ook. Virtual reality for the masses.
Ja, eigenlijk wel voor de massa. Ja. Dus eigenlijk je deed je telefoon in dat ding en die zette je op je hoofd met een band. Echt heel houtje touwtje in elkaar gezet. Maar dat zorgde er uiteindelijk wel voor dat iedereen voor 15 euro geloof ik VR had. Ja, maar er zijn genoeg. En dat is natuurlijk, en qua adoptie, als we het dan over adoptie hebben, je eerste blik in de virtuele wereld, letterlijk. Dan is dat denk ik wel de beste manier om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te hebben voor de platform. Ja, mijn moeder kwam laatst met een plastic ding. En toen lagen er ineens van dat soort brillen bij de Bas van de Heide. In de budgetbak voor 8 euro. En die had dat letterlijk voor mij gekocht. Ja, dat leek ze wel leuk voor jou. Ja, precies. Dat was eigenlijk gewoon een bril. En dat plakte je dan op zuignappen, plakte je in die bril je telefoonscherm. Ja. En dat bleef dan zitten. En er zat gewoon een band en die deed je op je hoofd. En er zijn genoeg apps al beschikbaar, zowel voor iOS als voor Android, die jou een VR-experience kunnen bieden. Het zijn nog niet echt games. YouTube vooral, hè? Dat soort apps. Ja, nou ja, Google heeft er sowieso één. Discovery heeft een hele goede VR-app. Ja. Waar ze hele mooie video's kan bijvoorbeeld vliegen over de Niagara Falls. En dat bedrijf van Chris Milk, ik ben even zijn naam kwijt. Van zijn bedrijf. Klopt. Die hebben ook heel veel VR-toepassingen. Die maakt hele... Google op Chris Milk en je vindt het. Klopt. Maar het is, weet je, dat zijn eigenlijk nog video's die gefilmd zijn met een 360 camera, bijvoorbeeld van Samsung, is daar een goed voorbeeld van. Daarvoor zie je het nu ook steeds meer gebeuren. Ja, of zo allemaal van die GoPro's aan elkaar gekoppeld. Ja, maar dat is een best wel dure constructie. Maar die 360 camera van Samsung is wel heel erg interessant. Zeker om straks voor iedereen ook een VR-video te kunnen laten maken. Ja. Of zelf een VR-video zelfs maken. En dat te bekijken in zo'n goedkope oplossing. Precies. Nou, voordat we te veel blijven hangen binnen virtual reality, wil ik snel door naar augmented reality. Wat naar mijn mening minstens zo interessant is. Dat is eigenlijk een bril, wederom een bril. Dus iets wat je op je hoofd plaatst op dit moment, de vorm. Het kan natuurlijk, als mensen nu denken, waarom geen lens of weet ik het wat. Ja, dat is misschien de toekomst, maar nu nog niet. Nu is het echt nog een fysiek apparaat dat je op je hoofd kan ook met je smartphone, maar komen we zo wel ja, precies, daar komen we zo op terug. Maar dat is de HoloLens van Microsoft. Heel interessant. Augmented is toegevoegde realiteit. Precies. Oftewel, je zet zo'n bril op en je kijkt naar je muur die je al hebt thuis en er verschijnen eens dingen op. Ja. Dus je zit niet in een hele wereld. Nee, op de bestaande wereld wordt iets geplakt. Leuk dat je dat voorbeeld geeft, want een van de demo's die de HoloLens nu laat zien, of Microsoft laat zien met de HoloLens, is dat er robots door de muur komen. Ik heb wat demo's gezien op internet. Je had ook laatst bij hun persconferentie... Om je vast voor te bereiden. Ja. Wie een vorige aflevering heeft gezien van ons, die weet waar we nu naar refereren. Ja. Maar dat was een soort spelletje en dan kon je die... Dan moest je die natuurlijk neerschieten. Ja, in de film Her zit dat ook, hè? Ja, klopt. Die zit ook met een, daar met hebben een ze bril geen, op. Daar hebben ze niet echt een bril, geloof ik, hè? Nou, het is een projectie. Ja, precies. Het is een projectie. Een hologram met een poppetje. Maar een hologram kan ook augmented reality zijn. Als jij... Eigenlijk is een projector, zoals we die kennen, ook augmented reality maar, op een bepaalde vorm. Ik heb gelezen, Microsoft zegt... De HoloLens is geen hologram. Heel veel mensen denken dat het een hologram is. Nee, dat is dat het niet. Nee, dat is verdiend. Want jij ziet hem alleen. Precies. Als het een hologram is, ziet iedereen hem. Ja. En dat is er helaas nog niet echt. Het zou wel wederom een volgende stap kunnen zijn. Ja, natuurlijk het voorbeeld uit alle science fiction films uit de jaren 80. Nou, laten we ook even een clip plakken van het concert van Tupac Shakur. Die ineens weer leefde. Ja. Nee, een goed voorbeeld. Ja. Doen we. Nee, leuk voorbeeld. Kwam je zomaar even op. Ja, maar dat vind ik echt een mooi voorbeeld. Dat je denkt van, ik kan me voorstellen dat wij over 200 jaar nog steeds naar David Bowie kunnen. Ja. Doordat deze techniek gewoon geweldig is. Al lees ik nu heel weinig over hologram, hoor. Ik heb het laatste drie jaar niks gelezen over... Dat komt omdat we denk ik allemaal met VR bezig zijn. Ja, tuurlijk. En maar we kunnen ook heel even terug te komen op de markt voor VR. Ik heb het idee dat VR is een beetje gelanceerd in 2012, denk ik. Hè? Dat de eerste berichten kwamen van, nou, VR wordt weer helemaal... komt weer helemaal terug. En dit wordt het jaar 80, van VR. Jaren 80 hadden we precies hetzelfde. Ja, zeker. Virtual reality, stand uit de jaren 80. Het is een droom die we al heel lang hebben. Ja, zeker. Als mensheid. Maar we roepen nu denk ik al 4 jaar lang, dit wordt het jaar van VR.
Ja. Dus dat wil zeggen dat er nog niet echt schot in de zaak is. En dat er nog heel veel ontwikkeld moet worden. Mm-hmm. Wil het zoiets worden als de smartphone? Want dat is wel een interessante discussie die we op het laatst kunnen voeren bij de conclusie van deze podcast. Wat gaat VR bijdragen aan de generatie na ons? Ja. Wij zijn heel erg getekend door onze mobiele telefoons. Hè? Dat is uit onze generatie. Niet zozeer de computer, maar mobiele telefoon. Dat heeft ons weer heel erg veranderd als generatie. Ja. Hoe gaat VR de volgende generatie veranderen? En dan moet ik ook zeggen, hè, jij zegt een generatie. En voor wie nu denkt, maar daar zit toch nog wel tijd tussen. Ik denk dat het best wel safe is om te stellen dat generaties ook sneller elkaar opvolgen. Ja, de verschillen tussen... Kijk, ik kan me voorstellen dat als jij deze podcast nu luistert en je bent een jaar of 50, 40, 30, weet ik het. En je was jong, je was 15. En toen was je broertje 7, dat je dacht, nou, wij leven in dezelfde wereld. Ja. En dat op dat moment klopt dat ook. Maar de wereld toen het jongetje 15 werd, dus zeg maar 7, 8 jaar later, die was niet heel veel anders. Maar ik denk als jij nu... Stel, je bent... Denk even met me mee, hè. Weet je, een klein gedachte-experiment. We gaan 10 jaar terug in de tijd. Net voor de introductie van de smartphones. Dat was 2007, dus 11 jaar, zeg maar. Ja. Nou, dan had niemand een smartphone in zijn zak. Niemand had mobiel internet. Nee, nou ja, je had de compromis-internet van die... Ja, nee, oké, maar... Op je Nokia. Nee, maar niemand zat heel de tijd op zijn telefoon te spelen. In de zin van internet zeker. En zo. Nee, als je bij een bushalte kwam, dan kon je nog praten met mensen. Ja, je deed je bankzaken nog met een afschrift. Ja, ja, meeste wel. Ja, de meeste mensen. Ja. Nee, maar er bestond nog een postkantoor. Dus om maar even een idee te geven, er verandert gewoon een heleboel. Daar schets je de Belastingdienst stuurde nog een blauwe envelop. Ja, daar schets je heel mooi het verschil in generaties van 8 jaar geleden tot nu. En generaties worden inderdaad, ik denk ook steeds korter. Ja, denk ik ook wel. Ik denk over 10 jaar, dan zitten we, hebben we het niet eens meer over enveloppen. Dan zitten we in de wereld van de enveloppen, zou ik zeggen. In een andere wereld misschien. Maar dat is VR, dat is de belofte. En dan, dan heb je de HoloLens, waar hadden we het net over, om even terug te pakken. Je hebt Google Glass gehad. Ja, Microsoft is, of wat ik zei, de HoloLens is geen hologram. Het is toegevoegde realiteit. Exact. Je hebt een scherm voor je ogen, waardoor je ook gewoon nog kan kijken. Precies. Dus je ziet gewoon je wereld. Ja, jij gaf het voorbeeld van, er komen robots uit de muur, dan kan je spelletjes meespelen. Ja. Laat mij het voorbeeld geven. Je bent chirurg, je moet een operatie doen en je krijgt live aanwijzingen op het lichaam van de patiënt met waar je moet snijden. Dit is een voorbeeld inderdaad uit de trailer. Ja, precies. Ze hebben genoeg voorbeelden. En ze hebben ook voorbeelden dat je als automonteur of je gaat de IKEA-kast in elkaar zetten en dan laat je dat zien. Er zijn echt wel goede toepassingen voor te bedenken. Een soort live gebruikshandleiding. Maar dat vind ik voor chirurg een beetje onherbiedig. Ze zijn heel erg aan het ontwikkelen, want het is nog maar één dev kit. We hebben contact gehad met Microsoft. Ja, konden testen. Ja, waren ze een beetje... Maar dat kon nog niet. Dus wat ik begreep bij de andere podcast, één dev kit in heel Nederland. Dus Microsoft, Voor wie niet weet wat een dev kit is, hij wordt verkocht aan ontwikkelaars, zodat ze alvast wat content ervoor kunnen maken. Software, kit, developers, wij als journalist, om het zomaar tussen aanhalingstekens te stellen, kunnen hem niet krijgen. En dat begrijp ik ook heel goed. Want als dat ding nog niet goed werkt, waarom zou je hem dan aan mij als journalist geven? Dan ga ik hier zeggen dat hij niet goed werkt. Klopt. En dan hebben zij een enorm imagoprobleem. Dus ze moeten bewijzen dat hij wel goed werkt, terwijl het een eerste generatie product is. Ja, zeker. Dus ik kan daar heel goed in komen. Nou, logisch. Ze zijn daar gewoon nog voorzichtig mee. En ze willen dat gewoon nog wat achterhouden. En er zit ook geen haast achter. Als ze in 2018 met dat ding komen en dat ding werkt en er is genoeg software voor en dat ding is betaalbaar. Mm-hmm. Nou, prima, toch? Ja, en dan heb je ook nog de mixed reality. Alleen dat is volgens mij een marketingterm. Dat noemt Magic Leap is een start-up. We hebben er nooit nog een werkend product van gezien, maar iedereen schijnt daar dus helemaal over in de hotel de botel over te zijn. Dat is het bedrijf die virtual reality gaat brengen. Alleen wat zij eigenlijk zeggen, mixed reality is eigenlijk een combinatievorm van augmented en virtual reality. Ja. Waarvan ik dan denk, dan is het dus automatisch augmented reality. Nou, ik heb er nog niks werkends van gezien. Nee, niemand. Sowieso niet fysiek, maar ook niet op internet. Ik heb er geen filmpje, niks van gezien. Maar ze hebben wel enorm veel investeerders en zo. Ja. Er is veel gaande. Laten we dan die conclusie zeker. We hadden het net voor de podcast ook heel even kort over de Google Glass natuurlijk. Wat eigenlijk een soort HoloLens is. Alleen HoloLens 0.1 of min 0.1. Ja. Maar ik heb het idee dat Google daarmee, want we hebben daar sinds vorig jaar of het jaar ervoor alweer, 2014, eigenlijk opeens niks meer van gehoord. Ja, dat is gekild. Volgens mij zijn ze ermee gestopt. Maar echt heel stil ook. We zijn gestopt met het project Google Glass.
Dat was het. Gewoon terwijl punt. Dat het ding was. Ja, iedereen... Zat bij de wereld rijdt door. Iedereen was helemaal nou, van wow. Ja, en ik heb het volgens mij al eerder benoemd in de podcast. Volgens mij was het voor Google meer een sociaal experiment. Hoe mensen reageren op iets als andere mensen eigenlijk een schermpje op hun hoofd hebben. Dus hardware op hun gezicht krijgen. In plaats van in je zak, echt op je lichaam. Nou, we waren in ieder geval allemaal heel enthousiast, maar ook heel veel gevaren werden aangekondigd. Ja, glass holes werden er toen. Geen vooral die camera die erop zat, volgens precies, mij. Precies, privacy. Het hele privacy verhaal, dat is natuurlijk wel een ding. Als jij dat ding op straat gaat dragen en jij kan iedereen filmen. Zonder en dat niemand ze het weet zien. Dat. Hè? Niemand weet dat jij aan het filmen bent. Dat ja, weet je, dat sociaal doet dat gewoon heel erg veel. Ja. Misschien waren we er nog niet klaar voor. Nee, dat is ook heel erg timing. En dan wil ik gelijk de kanttekening maken. Ik denk dat het Google wist donders goed dat ze dit niet gingen uitbrengen. Maar dit was gewoon een PR-stunt. Ik zit er wel in de VR-PR. Ja. Dit was gewoon een PR-stunt van hun. Gewoon simpelweg, omdat ze dan kunnen... Ja, dan kunnen ze gewoon weer de komende 2 jaar teren op kijkers ons innovatief zijn. Ja. En Google heeft daar gewoon heel veel eieren voor geplukt, terwijl ze nooit iets hebben hoeven uitbrengen. Nee. Ja. Ja. Daar komt ze het wel. Ze hebben die developers kit ook wel verkocht voor $1,500. Ja, toen werd hij op een gegeven moment veel goedkoper. Ja. Had ze nog wat voorraad liggen, denk ik. Volgens mij echt heel veel verkocht. Het lijkt me wel hip als je nu nog met zo'n ding naar buiten loopt. Ja. Ik heb er nog nooit iemand mee gelopen. Ik heb er 1 keertje op mijn hoofd gehad. Ja? Ja, ja. Ik heb hem ook 1 keer getest. Ja. Heel kort. Maar ik heb er nog nooit iemand mee op straat zien. Ja, het was eigenlijk heel apart. Het zat een soort rechtsboven in je gezichtsspel. Ja. Er zat een blokje. En daar waren eigenlijk gewoon de meldingen zoals je ze kent een beetje van je iPhone en je Android. Kreeg je die meldingen erin en dan kon je er naar kijken en dan werd het wat groter. Maar... Ja, ik moet een beetje denken aan Dragon Ball Z, hè? Die hadden ook ja, nu gaan we wel heel diep, hoor. Misschien, moeten we deze even inplakken, voor de niet-kenners. Ja. In de YouTube-versie kan je hem zien en anders heb je nu een heel apart geluidsfragment. It's over 9000! In ieder geval, leuk voorbeeld. Maar waar we naartoe willen gaan, is eigenlijk, we moeten gaan geloven in een wereld, in een virtuele wereld. Of dat nou de bestaande wereld is met virtuele componenten, of nou een nieuwe wereld is, volledig virtueel. Alleen om dat te doen is natuurlijk het benodigd, want jij zei het al, het is pixelig, het is lelijk, et cetera. De VR moet beter. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar ik heb ook al een Oculus op mijn hoofd gehad. En met mij heel veel mensen. En er waren al mensen die de achtbaan in gingen. Het was een soort tech-demo, dat je in een achtbaan zat en dan kon je zo, en dan ging je helemaal zo alle kanten op, zoals een achtbaan gaat. En die mensen moesten gewoon kotsen. Zo realistisch was dat ding. Dus je hersenen, ook al weten ze dat het nep is, het lijkt nog steeds, het is nog steeds een soort, ja, hoe zeg je dat? Het is nog steeds apart en het we ervaren het nog steeds als onze hersenen zijn nog niet gewend eraan, dus die ervaren het nog wel als realiteit. Ja, kijk, ik denk dat het een heel interessant punt gaat zijn van wat VR voor ons gaat doen als mens. Wat het voor impact heeft en wat het voor effect heeft op onze hersenen. Dat zal nog heel erg lang duren voordat we dat daadwerkelijk ontdekken. Maar ik heb laatst een onderzoek gelezen waarin ze mensen een VR-bril op hebben gezet en in een wereld hebben rond laten lopen en het spelletje hebben laten doen. En die mensen hadden dus herinneringen en dromen over die wereld. Dus dat wil zeggen alsof de echte wereld was, alsof ze daar echt zijn geweest. Dus dat wil zeggen dat het een behoorlijke impact heeft en een hele echte impact heeft op je hersenen. Om even terug te komen op jouw verhaal over de achtbaan. Nou weet ik niet zozeer of dat komt door de echte ervaring, dat ze echt dachten dat ze over de kop gingen, of dat je hersenen beweging registreren, alleen je lichaam stil blijft staan. Eigenlijk hetzelfde krijgt als in een auto. Ik kan echt niet naast iemand zitten als ik niet zelf rij, want ik word gewoon wagenziek. Zeker als ik op mijn iPhone zit en ik kijk naar 1 punt op mijn iPhone en die auto gaat heen en weer of die maakt bochten, dan word ik echt kotsmisselijk. En maar dat is eigenlijk hetzelfde als... Ik kan me nog herinneren dat jij 7 uur naast me zat in de auto naar Berlijn. Ja. Toen had je ogen nog dicht ook. Ja, klopt. Oh, dat was van Berlijn naar Rotterdam. Nee, maar zou dat niet daardoor komen dat je hersenen of... Ja. Kijk, dat is het andersom, hè? Want dan registreert je evenwichtsorgaan... Ja. Registreert wel beweging, alleen je hersenen niet. Dus okay. Dan krijgen ze ook kort. Maar is dat ook niet het verhaal dat sommige mensen kunnen heel goed slapen op een vliegtuig en sommige mensen helemaal niet? Dat soort dingen. Of van een naam over slaapmiddel je hebt, toch? Nee, maar ook... Het vliegtuig. Nee, maar ook dat mensen
zeeziek worden en dat soort dingen. Ja, maar ik denk dat het wel zo'n soort effect is, hoor. Ja, zo'n soort effect heeft. Dat denk ik ook wel. En het schijnt ook dat wordt soort ook beter aan de hand. Het kan ook gewoon een soort misselijkmakend effect zijn uit dat en ding. En ik denk maar dat de een daar meer gevoeliger voor is dan de ander. Ja, maar dat wordt wel beter, hè? Want daar refereer je ook een beetje naar. Er was natuurlijk ook een soort, dat noemen ze latency, vertraging. Ja. En hoe meer dat erin zit, hoe misselijker je zelf daarvan wordt. Je wordt misselijk van die bril. Ja, kijk, als die bril 30 frames is, wat eigenlijk prima. Kijk, 25 frames is gewoon hoe wij tv kijken. Nou, dat is prima. Ja. Maar dat is niet prima als jij rondloopt in een wereld, in een VR-wereld. Nee. Want dan zit daar vertraging in. Dus je ziet een soort blur. En daar word je misselijk van. En daar word je misselijk van. Ja, en dat wordt wel verbeterd. De nieuwe versies hebben dat al veel minder. Volgens mij is dat toen verminderd tot echt 0,5% van de mensen heeft nog maar last van dat effect met de nieuwe Oculus destijds. Nou, dus dat effect is gewoon binnen nu en een paar jaar weg. Nou, kijk, je wil die frames weer verdubbelen en je wil naar 4K. Maar daar komen we zo op. Daar komen we zo op. Ja. Maar we gaan het nu even hebben over VR gaming. Want we hebben het nu heel erg over VR. Ik denk dat nu wel duidelijk is wat VR is. Maar laten we het echt specifiek hebben over gaming en VR. Je gaf net al een introductie van wat de E3-beurs is. Maar ja, het is misschien geen verrassing, maar ja, wat zou het thema zijn geweest van de beurs dit jaar? Ja, nou, niet letterlijk het thema, maar VR. Alles stond in teken van VR. En je ziet dat heel veel uitgevers inzetten op VR eindelijk. Dat komt ook omdat de hardware dus, wat je al zei, als er meer hardware is, dan hebben ze dus ook meer meer mensen die het kunnen gaan spelen. En het is natuurlijk ook meer het heeft ook meer nieuwswaarde, hè? Absoluut. De nieuwe Game X, weet je, dat hebben we al 100 keer gehoord. Ja, dat is het ook. En er waren een paar mooie voorbeelden van toffe VR-games die werkten. Maar ja, je ziet dat het toch nog redelijk een gimmick is. Ja. En dat blijft het ook totdat er nieuwe consoles komen die weer betere hardware kunnen ondersteunen qua VR. En dus ook 4K kunnen gaan ondersteunen, maar 60 frames. Precies, maar daar zijn ze nu mee bezig. Dat is heel duidelijk. Ja, en dan hebben we het bijvoorbeeld over Xbox, die Project Scorpio, heeft aangekondigd drie partijen in de gamingwereld. Nintendo komen we zo op terug, wat zij doen met VR. Wat wij nu weten in ieder geval. PlayStation heeft nu net een bril uitgebracht. Ja, is al een tijdje hoor. Die heeft zo'n bril. Ja. En Microsoft is nog vrij stil, maar die is ermee bezig. Zeggen ze. Ja, nou ja, om even terug te komen op Microsoft. Zijn er drie grote spelers in de markt. Ja, hardware spelers, ja. Om terug te komen op Microsoft. Xbox is bezig met Project Scorpio. Project Scorpio is een console die betere VR-experience gaat bieden, doordat die een snellere chip heeft, dus een snellere processor, betere hardware, noem maar op. Waardoor je straks 4K virtual reality hebt, 60 frames, waardoor het dus een stuk scherper is. Je zal niet meer zien dat het een scherm is voor je ogen. De frames zullen dus sneller gaan, dus je hebt niet meer last van die latency waar we het net over hebben gehad. En dat gaat weer perspectieven bieden voor ontwikkelaars, want als dat beschikbaar wordt voor het grote publiek, althans voor de gamers, die zo'n console kunnen kopen voor 300, 400, 500 euro, met daarbij nog 200, 300 euro voor een bril, ja, dan wordt het interessant om daar echt toffe games voor te gaan maken. Ja. En dan denk ik aan games zoals Grand Theft Auto bijvoorbeeld. Ja, dat je echt letterlijk in die wereld, laten we nou even één stapje terug doen. Want heel veel mensen die misschien nu aan het luisteren zijn, denken, ja, maar gaming, ja, dat deed ik toen ik jong was. Dat doe ik nu al lang niet meer. Dat doen toch alleen maar kinderen. Ik heb data opgezocht van hoeveel mensen er gamen. Nou, daar heb ik natuurlijk wel output van gevonden. Ik vind dat niet echt representatieve onderzoeken zijn. Waarom niet? Als ik op mijn telefoon een potje Angry Birds zit te spelen, ben ik in principe ook een gamer. Ja. Ik snap dat er gamers zijn die dit onderscheiden. Casual gaming en hardcore weer een, gaming. Weer een discussie apart. Precies, maar laten we die even niet nemen. Nee. Want wij zijn geen gaming podcast. Maar we zien wel gewoon. Ik denk dat in Nederland gewoon bijna iedereen wel tot een jaar of 30 wel eens een game speelt. Ja, of dat nou onschuldig in de tram is, of dat nou zelf serieus op de bank Candy is. Crush, hè, Candy Crush, Farmville, dat soort dingen. Dat is natuurlijk aan het spectrum van Ik zeg niet dat casual, iedereen,
Nee, ik zeg niet dat iedereen in die categorie s'nachts om 2 uur nog Call of Duty zit te spelen of een zware RPG. Nee, maar je hebt ook mensen die inderdaad... Er zullen ongetwijfeld advocaten zijn in Nederland, gerespecteerde baan bedoel ik meer. Die gewoon s'nachts schreeuwende achter de microfoon op Xbox mensen aan het doodschieten zijn. En terecht. Ja, vind jij? Ja, ontladen. Nee, maar, ja, maar dat op mensen virtueel aan die de groep zijn, gamers is ontzettend groot. Precies. En ik zelf bijvoorbeeld, ik speelde vroeger heel veel FIFA, weet je, het voetbalspelletje met vrienden. En het enige gaming wat ik nu doe, ik heb nu een soort FIFA knock-off. Het werkt helemaal niet zo goed, maar het zit op mijn iPad of mijn iPhone. Dan kan ik af en toe in de tram een spelletje spelen. Maar ik speel geen echte games meer. Nee, maar daar heb je misschien niet meer de tijd voor of je maakt niet meer de tijd voor vrij. Exact. Maar niet omdat ik het niet leuk vind, maar ik doe het niet meer. En ik denk dat heel veel mensen precies. Die luisteren ook dat gevoel hebben. Ja. Nou, ik moet zelf zeggen dat ik nog wel veel game, maar dat zijn de wat serieuzere games dan, om het zo maar te zeggen. Ja, ik probeer mijn vriendin uit te spelen, maar dat lukt ook nog niet. Nee, hoor, geitje. Maar nee, maar je ziet wel inderdaad, als je ouder wordt, dan zie je dat je interessecurve ook anders wordt. Ik bedoel, ik maak inderdaad geen tijd meer vrij om te gamen, want ik vind het ook leuk om een serietje te kijken. Het is ook wel eens leuk of een keer met diezelfde vriendin naar eten te gaan. Precies, dat wou ik zeggen. Dat soort dingen zijn ook af en toe nog wel eens leuk om te doen. Ja, dan ga je niet. Ik ga dan niet achter mijn Xbox zitten. En ik kan me ook voorstellen dat als jij in een relatie bent met iemand, dat ook niet echt sociaal geaccepteerd is. Dat is best wel een eenling ding. Maar weet ik niet. Nou, goed, denk ik. Maar het is maar maakt niet uit. Dat is in ieder geval waar we het over hebben. En op de E3 worden dus heel veel titels getoond van hoe we gaan gamen. Maar een van de dingen, als je een bril hebt, heb je natuurlijk maar één zintuig die je bedient. En dat is je blik, zeg maar, je ogen. Jij had een voorbeeld van een Batman game. Waar je dus ook meer kon doen, dankzij ook iets wat PlayStation ook had aangekondigd, naast de bril. Ja. Ook, dit heb ik ook weer bij GameKings gezien, hoor. Want ik ben er niet zelf geweest. Helaas, want ik had hem graag willen proberen. Maar nieuwe Batman game doet iets heel tofs. Die gebruiken de PlayStation VR. Met de PlayStation Move was dat, geloof ik. Het zijn twee ijslollies met een lampje erop. Ja, precies, met lampje erop. Nou, daar deed niemand meer wat mee. Maar die hebben ze nu dus hiermee nieuw leven ingeblazen. Maar op een hele goede manier. Want die twee lampjes waren eigenlijk de handen van Batman. Waarmee je hele toffe dingen kon doen. Je kon bijvoorbeeld bij je utility belt. Hè, Batman heeft zo'n ding waar die van die werpster in heeft. Om het zo maar even op een toegankelijke manier te brengen. Hij heeft een handgranaat en dergelijke heeft hij allemaal. En dat kon je dus uit die belt pakken met die dingen. Dus dat zorgde ervoor dat je ook handen kreeg in die game. Mm-hmm. En als jij je rechterarm omhoog deed, dan ging ook die rechterarm omhoog in die game. Kijk, dat is tof. En dat is dat motion control. Wat we nu nog heel veel zien in VR is dat je rond kan kijken. Mm-hmm. Je kan 360 graden achter je kijken. Of je kan achter je kijken, je kan voor je kijken. Dat is leuk. Alleen om die echte immersive, ik ga het woord even gebruiken. Mm-hmm. Immersive experience te krijgen. Wil je dat je ook straks je handen kan zien in die game. Exact. En dingen kan optillen met je handen. En dan wordt het echt interessant om echt die echte wereld, die virtual reality wereld, echter te gaan maken. Precies. En geloofwaardiger. Dus voor mijn beeldvorming, hè? Ik ben straks Batman. Een jeugddroom komt dus uit. Ja. Maar goed, dan sta ik daar en dan ben jij de boef. En dan heb ik twee van die dingen in mijn handen. En dan kan ik me helemaal uitleven, helemaal in elkaar mappen. Nou, zo werkt het niet helemaal. Oh. Nee, dat zou je willen. En je wil natuurlijk ook rondlopen in zo'n VR, maar daar zou je een heel pak aan moeten. De ontwikkelaars maken daar best wel... Loop je zo tegen je muur aan. Ja, precies. Dan sta je midden in je huiskamer, zit ineens je tv kapot. Sta je tegen de muur aan te mappen. Ja. Nee, wat zij hebben gedaan is dat je van plek naar plek wordt getransporteerd. Dus je staat eigenlijk stil. Daardoor hoef je ook niet te lopen. En heb je ook niet het gevoel dat je loopt. Of dat maakt het dus ook of wat het spel echter. Loopt voor jou. Of ja, precies. Wat, ja. En wat je in dat spel doet, wat ik begreep, is dat je... want ze hadden twee demo's, begreep ik. En één demo, daar kan je dan een moord oplossen. Dus je staat dan op een crime scene. En dan moet je allerlei puzzels en dingen oplossen. Nou, dat zijn een beetje de toepassingen die nu nog kunnen. Het idee is heel leuk. Ja, heel tof. En ik kan maar dat waar ik een beetje naartoe wil, voordat we naar het volgende voorbeeld gaan. Geweld in games. Heel veel gamers zeggen, nou, heb je ze weer. Maar ik lees daar veel over en ik zag dat dat nooit is aangetoond. Maar dat de correlatie wel iets is waar daadwerkelijk veel onderzoek naar gedaan wordt en terecht. Jonge kinderen ik kan me voorstellen, ik speelde vroeger ook GTA. En dan was je letterlijk iemand dus uit zijn auto aan het trekken om vervolgens met een honkbalknuppel dood te slaan. Om vervolgens zijn auto te jatten. Ja. Dat is letterlijk het spelletje. Ja, ik snap. Dus dat is best wel gewelddadig. Weet je, het is niet onschuldig. Je hebt ook een paar jaar geleden was er commotie over een schietspelletje. Dat je op een vliegveld als terrorist mensen moest doodschieten of zo.
Ja, klopt. Er zat een scène in Call of Duty waarop je op een vliegveld was en daar schoot je onschuldige mensen die wegrennen. Precies. Schoot je niet. En dat is best wel gevoelig nu. Nu wel, ja. En net na de Orlando-shooting was de perspresentatie van Mafia. Dat is een spel waar je letterlijk... Dat is echt een van de meest gewelddadige spellen op de markt, denk ik. Dus het is... ik begreep... Er stond een nieuwe Mafia op de E3. En daar zat een bepaalde scène in een nachtclub. Of nee, sorry, in de saloon. Dat was een andere game. Dat was Red Dead Redemption. En dat was een spel dat zich afspeelt in het Wilde Westen, zeg maar, van Amerika, voor een cowboy. En daar zat een scène in dat hij dus in een kroeg kwam, in een saloon, en dat hij iedereen doodschoot. Ja, en het schijnt dat ze die hebben dus uitgesteld hebben vanwege de Orlando. Wat op zich, ik als PR-man zou ook wel heel erg goed kunnen begrijpen. Ja. Nee, dat was hem, ja. Red Dead Redemption. Ja. Nou ja, ik vind dat een heel gevoelig onderwerp. Want ik ben van mening dat games mensen niet gewelddadig maken. Oké, maar dan ga ik je nu de volgende vraag stellen. Stel dat we letterlijk in die wereld zitten en dat de realiteitsbesef steeds kleiner wordt. Ik weet niet of het zo is, maar zou je niet kunnen inzien dat er een vergrote kans bestaat op een gewelddadigheidsontwikkeling bij jongeren, doordat ze letterlijk ik kan me voorstellen, als jij inderdaad zit te mappen met die dingen en je komt op schoolplein, dat je ook denkt van, dat is heel normaal. Je ziet het al bij demo's, hè? Want realiteitsbesef gaat weg. Ja, ik zie wel eens wat filmpjes van games, van best wel gewelddadige games die dan VR gebruiken en mensen doen echt dit, hè? Die deinzen echt terug van als ze een klap krijgen. Precies. Dat doet iets met je. Ja, de volgende stap is natuurlijk zenuwen implantaten. Dus dat je ook echt een volgende, dat je ook de klap voelt. Maar dat is het. Nee, maar ik denk dat dus dat interessante ding gaat zijn wat het met ons als mensen gaat doen en met onze generatie. Van wat gaat VR brengen en doen voor de volgende generatie? Zeker als het straks nog echter wordt. Ja, kunnen we die virtuele reality en de echte reality wel gaan onderscheiden? Dat is de vraag. Ja, maar dat is een heel zwaar vraagstuk. Ja, maar om even een voorbeeld te schetsen van dat vraagstuk is inderdaad heel lastig. Dat is daardoor ook juist weer een heel interessant vraagstuk. Stel je voor, je vindt de wereld kut. Excuus voor mijn Rotterdamse taalgebruik. Mm-hmm. Want je wordt gepest op school, weet ik het wat. Dus ga je maar die virtuele wereld in, want daar is alles hosanna. Ja, maar dat dus zie je al. Dus het escapisme, het vluchtgedrag kan toenemen hierdoor. Dus kijk, er zijn ook negatieve kanten aan de volgende stap binnen deze markt. En ik denk ook als je dan terugkomt in de normale wereld, kan het zomaar zo zijn dat je denkt, nou, het valt weer heel erg tegen. Ja. Weet je, hier kun je niet over gebouwen heen springen. Ja. Of ik probeer het even en dan is het gelijk afgelopen. Gaming is escapisme. Gebeurd, hè? Gaming is ontspanning, ontspanning. Maar noem het is een boek lezen ook als je dat zo bekijkt. Daarom. Dat je een gewelddadig boek lezen, een thriller een crime boek, dat is ook gewelddadig. Thriller, en dat is ook ontsnappen. Ja. Maar zie je het voor je? Als wij een boek lezen... Film kijken ook. Ja, oké. Wij kijken op onze telefoon nu een film in de trein. Is nu inmiddels geaccepteerd. Wij lezen een boek in de trein. Is prima, of de krant. Zie je het voor je dat je met een VR-bril twee van die pookjes iemand in elkaar aan het mappen bent in de trein? Ja, zie ik wel voor me. Ja. Dat is toch wel een beetje de volgende stap. Nee, ik ben wel benieuwd. Ik vind het een interessante discussie, hoor. Want ik snap wat je bedoelt. En gaming is natuurlijk altijd al escapisme geweest. Escapisme, ontspanning. Voor sommige mensen is het ontspanning. Maar voor sommige mensen is het ook daadwerkelijk even uit de realiteit. Het hè? Is ook een vorm van sport, ben ik van mening. En zeker als schaken sport is, dan is dit ook sport. Gaming is absoluut sport, absoluut. Maar... Ik was echt goed in FIFA vroeger. Echt. Ik ben benieuwd want als we kijken naar games van 10 jaar geleden en games van nu is het natuurlijk steeds realistischer geworden. Maar wat straks... Dankzij de techniek, echt... hè? Niet alleen de game, maar ook de techniek is natuurlijk beter geworden. Dankzij de techniek. Ja. En straks, over 5 of 10 jaar, als de techniek van VR beter is... Ja. En we dus misschien niet meer die werelden kunnen onderscheiden... Dat die scheidingslijn kleiner wordt. Mm-hmm. En ik denk dat we heel erg moeten kijken naar die scheidingslijn... van wat is echt en wat is niet echt. Precies. En dat is bijvoorbeeld... Kijk, om even terug te komen op de gewelddadigheid... van bijvoorbeeld een Tristan, hè, wat toen is gebeurd bij het... Bij Tristan van der Vlist, Al van der Rijn. De jongen die in de supermarkt is gelopen met een pistool... en een automatisch pistool en iedereen heeft neergeschoten, geloof ik. Ja, het is heel makkelijk om te zeggen dat... dat was toen ook... Dat hij was ook toen genoemd. Ja, hij was een gamer, weet je. Heel makkelijk, maar
dat is een heel makkelijk punt om daarop af te schuiven. Zoeken van excuus. Precies, maar weet je, bij die jongen speelden nog veel meer psychologische problemen. Exact. En maar het is wel een facilitator. Ja, dat kan. Dat kan zeker. En ik ben niet hier een anti-gaming dialoog aan het houden. Nee. Maar ik denk wel dat dit soort dingen wel heel belangrijk zijn om daar wel rekening mee te houden. Ja. Als alle jongeren gamen en iedereen ervaart... Ik kan me voorstellen dat het geweld op schoolpleinen gelijkmatig kan lopen aan het realisme in gewelddadige games. Ik vind het een absoluut interessante discussie. Ja. Van wat VR gaat doen. Voor mij nu een aanname hoor, moet ik zeggen. Nee, tuurlijk. Maar we zijn een beetje aan het brainstormen over de wereld van morgen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat VR gaat doen daarin. Nou, ja. De volgende stap. Pokémon Go. We hebben er allebei heel veel zin in. We hebben vroeger allebei Pokémon gespeeld op onze Game Boys. Om nog even terug te komen op generaties. Jammer, precies. Ik vind het jammer dat ik je toen nog niet kende. Want anders hadden we zeker een keer een Pokémon geruild. Ja. Nou, absoluut. Ik was helemaal... Rare Candy. Ja, ik was echt helemaal gek van Pokémon. Ja, ik heb me ook helemaal schil gekocht aan Pokémon kaarten. Althans niet ik, mijn ouders. Sorry papa en mama. Dan zouden ze mijn vader waarschijnlijk nu een Ferrari kunnen kopen. Ongeveer. Twee. En alle spelletjes gespeeld. Ja, van Pokémon Red en Blue tot aan Ruby Sapphire. Daar ben ik een beetje gestopt. Ja, bij mij precies hetzelfde. Ja. En nu komt het eigenlijk weer een beetje terug. Want onze generatie is ermee opgegroeid. Pokémon kwam natuurlijk overgewaaid uit Japan. Geniale... Pikachu. Pikachu, ja. Blastoise, Charmander. En hoe heet die? Turtle. Ja, inderdaad. Heet hij ook zo? Nee, hij heet geen Turtle. Ja, weet ik. Nou, in ieder geval, Pokémon komt weer terug met Pokémon Go. En we hebben het natuurlijk over VR en AR, Augmented Reality. Ja. En Pokémon Go is een prachtig voorbeeld van Augmented Reality. Ja, kunnen we een stukje inplikken? Ja, zeker. We laten het even zien in de video. Ja, en ook de audio. Ja, en ook de audio. Ja, nou, een hele toffe trailer. Zo gaat het helaas niet uitzien, want we hebben... Nee, helaas. Dit is tof, maar dit wordt het niet. Nee, een week geleden is een 9 minuten lange demo online gekomen. Waarin daadwerkelijke gameplay zit. En wat het inhoudt, ik zal even kort vertellen wat het inhoudt. Met je telefoon scan je de wereld. Dus je gaat je telefoon, hè? Dus gewoon je iPhone. Met je iPhone precies. Android. Maakt niet tablet uit. Tablet misschien wat zelfs, dat weet ik niet. Maar... Ja, en je installeert de app. En je opent je camera, net zoals door je camera kijkt, zie je dan een Pokémon. Je ziet een Pokémon nee, bij jou op de je hoek. Hebt je camera aanstaan, dus je richt je camera bijvoorbeeld op een bosje. Ja. Gewoon buiten, hè, letterlijk. Ja, ja. En je ja. ziet dan op je scherm zie je iets gebeuren wat zie natuurlijk je, niet in het echt gebeurt. Nee, precies. En dus dat is dan zo'n Pokémon. Ja. Nou, je kan een Pokébal gooien via je telefoon en dan vangt hij die, noem maar op. Je moet eigenlijk even de video gaan kijken, want dan heb je er een beetje beeld bij. Ja. Maar het is onze droom, onze kinderdroom, wordt precies. daarmee eigenlijk werkelijkheid. Wij kunnen echt een Pokémon trainer gaan worden. Ja. Althans, het komt steeds dichterbij. Ja, ik vind het vooral ook mooi dat je ziet... ik wil steeds verwijzen naar de video, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je deze gewoon luistert via audio. Dus ik ga het even uitleggen. Je loopt over straat en aan de hand van je GPS-locatie wordt gezegd... je moet nog 100 meter naar links of naar rechts en daar zit een wilde Pokémon. Ja. En je weet niet wat je tegenkomt. En het kan dan zomaar zo zijn inderdaad... dat als jij op een bergtop ergens in Oostenrijk bent... dat je een of andere zeldzame ijs-Pokémon vindt... Ja. En als ik in Rotterdam door de markthal loop... dat ik daar een of andere dief-Pokémon vind... die een groente aan het jatten is uit een fruitkraam. Kan. Dat kan. Ja. Dat soort dingen kunnen gebeuren. En dat is best wel grappig, want ik had een anekdote met jou... die ik eigenlijk nu best wel wil delen. Ja, het is even leuk, leuk om te stellen. Ik zie het helemaal voor me. Hè. Wij zitten hier op kantoor... en wordt aangebeld door een jochie van een jaar of 12. Meneer, mag ik alsjeblieft even naar het dak? Want er zit een draak op uw dak. En dat je dan zegt, nou, er zit een draak op mijn dak. Dat je eigenlijk het jongetje wil zeggen, je bent niet goed in je hoofd. Maar dat je gewoon uit respect maar meeloopt naar het dak. En dat hij dan helemaal, wow, kijk die draak. En dat hij die draak vangt. Ja. En dat die gast er helemaal geen idee heeft wat er gebeurt. En dat hij zijn telefoon in de zorg stond. Hij zegt, ik heb hem gevangen hoor. En dat hij wegloopt. En dat die vent denkt dat hij gek is. Ja. Terwijl het eigenlijk virtueel gezien wel waar is. Ja. Het is de virtuele realiteit. Ja.
Mm-hmm. Nee, klopt. Ja, dat gaat wel interessant zijn. Want die, ik wil toch wel de kop van een paar collega's van mij zien als iemand aanbeeldt in een draak op je dak. Maar dat klopt, ja. Nee, het gaat wel interessant zijn. Want bij water zou je andere Pokémon's vinden dan in een urban area. Of in een stedelijk gebied. Ja, ja. Fair enough. Maar er zullen op hele moeilijke bereikbare plekken, dus bijvoorbeeld op de top van de Mount Everest, zal wel een goede Pokémon zitten, denk ik, hoor. Ja, precies. Daar zal wel een nette zitten. En dan pleur je naar beneden en dan ben je gestorven om er een te vangen. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd, want ze brengen er dus ook hardware bij uit. Er komt een armbandje uit, die wordt 39,99. Ja, en die ga je kopen. Ja, zie het voor je, dat je gewoon alsof je bent best wel een stoere gast. Ja. Zit je op het terras met je vrienden, komt even, iemand met zo'n bandje voorbij en dat is echt, ik daag je uit tot een gevecht met mijn virtuele Pokémon. Ja, maar ik denk dat het wel geaccepteerd gaat zijn. Want het is super vet. En heel veel mensen zijn ermee op. Dat is echt een droge een. Nee, maar ik ga dat armbandje kopen, zeker waar. En dan krijg je dus een trilling van als er een Pokémon in de buurt is. Ja. En je krijgt dan notificaties door. Maar ik vond het wel een heel mooi midden voorbeeld. Midden in je meeting. Ja, midden in een meeting. Van, sorry, er loopt nu eentje onder de tafel. Hij is in de buurt. Maar je ziet dus ook hoe ver hij is. Hij is heel zeldzaam. Er loopt een muis onder de tafel. Een muispoker. Ja. Nou, je ziet dus hoe ver die van je verwijderd is. Dus 200 meter, 100 meter, 50 meter. Nee, maar de technologie erachter en het idee, het inhangen van dit in de maatschappij. En dat je ook. Want ik vind het op zich ook wel weer positief. Toen ik vroeger Pokémon speelde, zat ik in een hoekje van de kamer bij het stopcontact, want de Game Boy ging steeds leeg. Dan zat ik te spelen. Dat maakt het wel een stuk socialer. En nu loop je over straat, met je telefoon niet had, loop je Pokémon te zoeken. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het. Hij komt in juli uit. Ja, en dat lijkt me helemaal grappig als je dan op juli 2016. Op de top van een trein een Pokémon kan vangen. Ja. Nu is ook gelijk die jongen die op die trein ging zitten verklaard. Snap ik hem. Ja, nu snap ik hem. Hij had de beta al, denk ik. Ja, precies. Hij was gewoon een Pokémon aan het zoeken op de trein. Nee, maar. Dat was. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van augmented reality. En, precies. Ook heel bekend voorbeeld. Okay. Maar laten we niet te ver. Laten we niet te ver in de Pokémon gaan. Laten we een serieuze stap. We zijn er veel te enthousiast over. Ja, we doen er nog wel eens een keer een special over. Ja. Als die uit is. Ja. Ja, misschien dat. Heel misschien. Nou, dit is wel. Dit, nee, ik zit. Ik werk een aantal dagen in de week bij een communicatiebureau en daaronder zit een ander, zit een PR-bureau en die hebben Nintendo als klant. Ja. Dus ik ga even vragen of wellicht. Ja, wie weet. Of ze wellicht een armbandje voor je. Wie weet. Ja. Maar laten we even een serieuze stap maken. Dat is serious gaming. En dan hebben we het eigenlijk over gaming in bedrijfsmatige vorm. Mooi bruggetje. Mooi bruggetje, inderdaad. Even serieus worden. En dan gaan we het hebben over de Albert Heijn dino's. En dit klinkt als een grap, want laten we het even vanuit de Albert Heijn beredeneren. Zij doen natuurlijk, ieder jaar doen ze wat geks, hè. Weet je, de whippies tot de welpies, tot de potjes met zaadjes. Helaas deed je niet nader te noemen een nationale ploeg niet mee aan het EK 2016. Wie zou dat nou zijn? Groenland? Ja. Nee, ik weet niet welke. Nee, maar dat was natuurlijk een behoorlijke aderlating voor alle commercie, zowel horeca als retail. En dus ook Ahold, want die hebben altijd een prachtige actie, inderdaad, met de wuppies, waren die aan te slepen. Precies, maar ik vond, als we het even buiten de EK dingen, ik vond die potjes met zaadjes, dat je eigen moestuintjes, waren heel goed. Want dan liet je kinderen inderdaad zien, want dat groente niet alleen naar de supermarkt komt. Nee, zeker. Mooie actie, maar normaal zouden ze natuurlijk nu gewoon een dikke oranje actie hebben. Ja, dan hadden we nu, weet ik veel, hadden we nu een oranje peniskoker en dan zouden we door de straat lopen, weet je wel. Weet je, ja, de foevoezela. Ja, de foevoezela. Ja, die dingen, ja. Ja, dat serious gaming, ja. Serious gaming. Maar dus de Albert Heijn Dino's, dat zijn kaartjes die ze uitdeelden aan bij is nu vroeg, als we speak. Ja, weet ik het. Je geeft 10 euro aan boodschap uit en je krijgt een pakje kaartje of andersom zoiets. Ja. Download je een app op je telefoon. En vervolgens kun je dus dit kaartje op tafel leggen en hou je telefoon erbij. En dan komt de dino echt tot leven. Ja. Ja, Nintendo, om even terug te komen op gaming, deed dat al natuurlijk met de DS. De Skylanders, toch? Ja, heb ook. Je ook gehad? Ja, Skylanders deed dat ook, maar die hadden meer fysieke poppetjes die je kon kopen. Ja, die kon je op een dokje zetten. En daar werd dan de en dan werd zijn ziel data eruit gezogen en dat kwam weer op tv. Ja, maar dat zijn wel leuke dingen. Heel leuk, zeker. Ja. Absoluut. Nintendo deed dat ook met Mario en zo. Er zaten bij elke Nintendo DS, kreeg je een kaartje, die legde je ook neer. En dat is dan de code. En er kwam dan een Mario op tafel te staan. Bijvoorbeeld, ja. Ja, maar dat zijn wel leuke toepassingen. Ik vind de Albert Heijn Dino's vind ik echt heel erg toegankelijk. En, ja. En het is wel nog een hele discussie geweest. Hè, ja, ik begreep dat mensen een christelijke achtergrond het
het niet tof vonden omdat dino's niet bestonden, omdat God ons heeft gecreëerd. Ja, in 7 dagen. Ja, in 7 dagen. Nou goed, laten we daar nou niet op ingaan, want ik vind dat... Nee, ik vond het interessante discussie. Ik vond het interessant, want ik vind het gewoon een ludieke actie van Albert Heijn. Het zijn nu dino's, maar het hadden net zo goed, aapjes kunnen zijn. Misschien een betere keuze geweest. Ja, misschien wel. Maar laten we het ook hebben over MOOC. M-O-O-C. Ja, dat geen M-O-O-G's. Nee, dat is een games. Dat is World of Warcraft. Dat is een synthesizer. Oh, ook goed. Wat ik bedoel is weer wat anders. Het is een massive open online course. Oftewel het doen van cursussen online met z'n allen. Een hele grote. Om jezelf, een hele grote. Om jezelf te verbeteren. Denk hierbij aan bedrijfs-BHV-cursussen zijn natuurlijk interessant hiervoor. Er zijn heel veel bedrijven die ook gewoon online training aanbieden aan personeel om ze beter te maken. Ja, in de vorm van een soort game. Precies. En gamification. Het kan ook een game zijn inderdaad, dus het kan ook al spelende zijn. Maar je hebt natuurlijk ook de simulatiemarkt. Ik kan me heel goed voorstellen als jij 50 rijlessen nodig om op je autorijbewijs te komen, betaal je €50 per les of zo. En het is logisch, want je zit in de auto, zit iemand naast je, et cetera. Hoe ziet voor je dat als je met Google Cardboard straks, dat je een app uitkomt, dat je gewoon rijles kan krijgen, dat helemaal perfect werkt, want je gewoon kijkles, weet je wel, gewoon binnen, wat is het, binnen, buiten, dode hoek, zoiets was het? Binnen, buiten, naast je, ja. Ja, precies, ja, nou dat, ja, je kan zien dat ik een rijbewijs heb, al tijd ruim tijd, maar ik kijk nooit. Nee. Maar voor mij is de wereld van morgen altijd een vraagstuk. Maar die oefeningen kan je doen. En dat is natuurlijk een enorme aderlating voor die markt. Want dan gaan de mensen waarschijnlijk minder lessen nemen als dit echt van de grond komt. Ja, nou vind ik rijlessen een leuk voorbeeld. Maar ik moet meer denken aan piloten. Ja, ook. Gebeurt al natuurlijk. Er zijn simulatie. Ja, maar ook aan, als je iemand... Stel je voor, je moet iemand inwerken in de haven op zo'n grote kraan ding. Ja. Dan hoef je niet zo'n kraan de hele dag buiten werking te stellen. Nee, klopt. Of een trambestuurder. En ook, je wil tram leren besturen. Ja. Weet je, kan echt heel veel van dat soort dingen bedenken. En ik heb het net ook al een beetje genoemd, hè. Van stel je wilt ontvluchten aan de realiteit en in een tweede realiteit komen. Stel dat The Sims komt met een VR-versie. Of Second Life. Ja, wat denk je van porno? Oh. Wat een markt daar ligt voor VR. Ja. Ja. Het is, dan is het niet meer toch... kijken, dan ben je geen toeschouwer meer, maar een deelnemer. Nou ja, ik wil hem toch even aansnijden, want de porno-industrie is natuurlijk gigantisch. Die willen markt ook penetreren. Ja, maar ook gigantisch veranderd, omdat er genoeg gratis porno-sites zijn. Maar straks met VR was natuurlijk wel weer hele mooie hardware. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, we lachen er gelijk om. Het is altijd een beetje zo'n prettig onderwerp. Ja, we lachen erom. Ja, maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon business. En de porno-industrie is gigantisch. Ja. En VR gaat daar volgens mij echt een best wel grote Albert rol Heijn spelen. Albert Heijn wil daar ook op inspelen, heb ik gehoord. Ja, ik hoorde het. Ja. Nee. Dat was de Jumbo, geloof ik. Nee, maar... Of co-op, snap je? Nee, maar... dat is natuurlijk Dirk zonder broek, die supermarkt. Dirk Nee, maar we doen er inderdaad wat preuts over. Maar porno is natuurlijk een hele mooie markt die VR kan gaan gebruiken. En dat doen ze ook al. Nou, de Six Flags heeft even heel klein buiten. Six Flags heeft een zo'n bril van Samsung waar je telefoon in zet. Mm-hmm. En als je dan in die vrachtwagen zit, dan moet je dus aliens vangen tijdens het door die achtbaan heen gaan. Mm. Stel dat Durex een soort condoom maakt op die manier. Ja. Dan ga je dus seks gamificationen, vergamificationen. Ja. Hoe dat ook, hoe dat werk wordt ook vervoegd. Heel interessant. Ja. Ja. Maar laten we een beetje... Of je denkt van nou, kijk, voor mij gaat dit gelukkig niet op. Maar stel je hebt een wat minder leuk huwelijk op een gegeven moment. En je denkt van ja, ik wil wel wat spice in mijn huwelijk hebben. Ik wil wel een keer seks hebben met Taylor Swift, net zoals Kanye. En dan doe je gewoon dat ding op. Dan doe je dat ding op. Ja, dat is dan heb je gewoon, dan lig je ineens met Beatrix. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, of noem maar wie je wilt. Ja. Het klinkt als ver weg, maar ik kan me echt best wel voorstellen. Ja, en dan heeft zij Brad Pitt. Ja, er gebeuren gekkere dingen. Je hebt ook dat je partners uitwisselt. Ja, je doet ook, weet je, mensen doen ook rollenspellen. Die verkleden zich als een paard. Dus ja, ik heb wat gekkere dingen gezien. Ja, maar dat kan dus wel. In de wereld van morgen hebben we allebei een VR-bril op tijdens seks. En dan kijk je elkaar aan. En de een is dan Brad Pitt en de ander is dan Prima, toch? Beatrix. Ja.
Nou, prima. Laten we een beetje afronden. Ik denk dat dit een goed moment is, inderdaad. Ja, nou, we hadden het net over van... om even samen te vatten. We hadden het net over van... wat gaat VR doen voor de volgende generatie? En dan hebben we het over 10, 20 jaar. Mm-hmm. Gaat het net zo'n impact hebben als de mobiele telefoon, denk je? Voor ons, de smartphone dan? Ik vind het hebben van een mobiele telefoon in je zakken die eruit halen een kleinere sociale paradigma die je moet doorboren dan het ophebben van een bril. Dus ik denk dat het alleen maar kan wanneer we of lenzen hebben, dus dat je augmented reality krijgt zonder dat er iets te zien is aan je als mens. Of dat het ingeklikt wordt of zo, ik weet het niet. Een implantable heet het dan. Maar ik denk dat als je echt die bril hebt zoals wij die nu kennen, dat gaat niet buiten de muren van een huis komen, denk ik. Oké. Okay. En je klinkt nu een beetje als dat filmpje uit 99 of 2000. Van, ja, van die mobiele telefoon. Die hebben we al eens een keer misschien laten wel horen. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat dit te groot is. Want je sluit jezelf letterlijk van de wereld af. Ik probeer te zeggen is, ik geloof erin, mits de apparatuur kleiner wordt. En dan niet in virtual reality. Want dan, ja, je loopt niet buiten. Dan zit je echt wel binnen. Maar als je echt het straatbeeld, als je daar echt naar over refereert, dan denk ik dat het augmented reality kan zijn. Dan heb ik het wel over. Dan denk ik dat Google Glass, ondanks dat het helemaal gekild is, dat wel het product is waar we naar op zoek zijn. Ja, nee, ik sluit me daar wel bij aan. En we hebben het gezien met de computer. Die zit nu uiteindelijk in ons zak. Die is kleiner geworden door technologische vooruitgang. Mm-hmm. We hebben het gezien met de mobiele telefoon. Ja. We hebben het gezien met. Waar nog meer mee? Met die twee dingen vooral. Nou, wij hebben dat daarmee gezien. Met de televisie, kleurentelevisie, weet je wel, radio. Ja, precies. Maar die zijn vooral internet, weet je. Maar ik ben het met je eens. Virtual reality, zeker de brillen, de toepassing, heeft gewoon technologische vooruitgang nodig. Precies. Het moet kleiner worden, sneller, beter en geloofwaardiger. En jij vroeg 10 jaar, volgens mij toch? Ja, ik denk 10 jaar. Ja, precies. Nou, ik denk over 20 jaar zitten we allemaal in een soort waterbedje. Worden we warm gehouden. Krijgen we voedingsbevlangetjes in onze arm geplant. En dan hebben we zo'n bril op en dan leven we in onze eigen realiteit die ons veel gelukkiger maakt. En dan bestaat er geen wereld meer. Nee, en worden niet ziek. Nee. Of we worden gewoon wakker. Of we worden gewoon wakker en we blijken daar al jaren in te zitten. Dat kan ook, want het is nooit bewezen dat het niet zo is. Precies, nou, nu dit was een grapje. Dit was. Nee. Dat is wel zo. Ja, precies. Oké, okay, zullen genoeg we daarmee afsluiten? Om na te denken deze... Volgens mij zijn we precies al een uur zo'n beetje. Ja, laten we gedaan. Nu... Ik heb een magisch trucje. Weet je hoe dat gaat? Ik knip in mijn vingers en je hoort muziek van Moby. Kijk, top. We willen ook nog wat mensen bedanken. Moby bij deze, voor de muziek. Rob Voets voor het design van de website. Wesley van der Stel voor het development van de website. Ja, en dan wil ik jou vooral ook bedanken voor dit innoverende uur waar we van hot naar her gingen, maar waarvan ik wel hoop dat het een interessante podcast is gebleken. Vond je dat nou ook? Laat een review achter in iTunes. We lezen ze allemaal. Of als je wil reageren op deze podcast, stuur een mailtje. Heb je ook een idee voor een onderwerp of wil je een keer aanschuiven zelfs? Ja. Onder voorbouw. Want we hebben laatst iemand gehad die stuurde gewoon een mailtje. Die zei ik vind dat jullie het zo leuk doen. Nee, dat zei ik niet. Hij zei, ik heb gewoon een heel goed onderwerp waar ik al een tijdje mee zit. Ik heb er heel veel over nagedacht. Is het misschien leuk om een keer over te hebben? En wij denken dat het ook gewoon tof is om dat op die manier te doen. Ja, zeker, absoluut. En dat houdt ons ook scherp en houdt het voor jullie natuurlijk ook interessant. Ja. En zo hebben wij ook weer verse nieuwe content en ook... kunnen we het ook over onderwerpen hebben die wij misschien niet, die ons niet opmerken. Of precies. Dat we denken van, nou oké, okay, dat is een leuk invalshoek. Ja. Dus kom daar vooral mee. En ja, we zijn natuurlijk op alle social media kanalen te vinden. YouPorn. Toep, sorry. Ja, ja. Oh, wacht, ik zat nog in het vooronder. Ja, je bent blijven hangen. Ja, zoek ons ook op YouTube, want daar doen we deze podcast met beeld. Facebook, Twitter, Instagram. Nou ja, zoek op de Wereld van Morgen podcast. Je vindt ons. Zeker. En voor nu wens ik jou nog een hele fijne middag in dit geval. Jij ook, Nick. En weer bedankt voor het luisteren, luisteraars. Dankjewel.